Een hele goede morgen allemaal. Het is op dit moment 5:30 ochtends en vandaag gaan we snoekvissen. Of ja, roofvissen. We gaan ook op snoekbaars en op baars vissen. En ik ben super vroeg opgestaan, want we pakken straks de boot en dan varen we gelijk weg. Ik moest gisteren werken. Gisteren is het gesloten seizoen open gegaan. Gesloten seizoen, dat is vanwege de paaitijd. Dan mag je een tijdje niet met kunstaas vissen. En als je een snoek, een baars of een snoekbaars vangt, dan moet die gelijk terug. En dat is van, even kijken, moet ik zo goed zeggen, van 1 april tot zeg maar de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas vissen. Op dat moment moet je ook dus, dat is ook het gesloten seizoen voor de baars en de snoekbaars. En vanaf 1 maart tot het laatste zaterdag van mei, dan is het gesloten seizoen voor de snoek. Dus dat is langer. Dat is nog een half. Dat is nog een maand langer. Maar dat is nu voorbij. Dus gisteren moest ik werken. Vandaag is het 31 maart. 31 maart. Vandaag is het 31 mei. Wij gaan vissen. We zijn nu op de plek aangekomen waar we voorlopig even gaan vissen. We gaan hier dropshotten. Het is hier zo'n 20 à 30 meter diep. Dus best diep. Dus heb ik gewoon een loodkopje met wat aas eraan. Die laat ik gewoon zo zakken. En dan laat ik hem naar de bodem zakken. Totdat hij zo'n 0,5 meter boven de bodem is. En dan ga ik daar zo, zeg maar, zo kleine tikjes geven de hele tijd. Zodat het aasje, zeg maar, mooi danst boven de bodem. En ja, dat is wat we nu de komende tijd gaan doen. En dan hopen we dat we snoekbaars vangen vooral. We hebben verschillende manieren geprobeerd. Het was eigenlijk verticale, want bij dropshot zit zeg maar de haak hier en hier lood. En bij verticale zit het lood gelijk op de haak, zeg maar. Maar we hebben niks gevangen. We zijn hier al 1,5 uur bezig of zo. Dus we gaan nu trollen. Daarbij hebben we dit soort kunstaas met een lip erop. Die lip die trekt hem naar beneden en dan gaan we gewoon varen. En dan gaan we nu even naar een haventje varen waar we even wat gaan eten. En dan gaan we weer verder met vissen. Maar ja, dit is best wel kut dat we nog steeds niks gevangen hebben. Nou, de golven die werden iets te hoog op het meer, dus zijn we nu de haven ingetrokken. En we gaan straks gaan we hier zo over de gracht gaan we een beetje trollen. En ja, dat is hoe de verdere dag eruit ziet, want het meer wordt van de rest van de dag blijft het zeg maar te veel golven om daar te kunnen vissen. Dus dat gaat een andere keer gaan we dat doen, dat we daar even een goede vis gaan pakken. We hebben daar net niks gevangen. Maar nu gaan we dus de haven in. We gaan nu trollen hier in de haven. Dat gaan we doen met verschillende aasjes. We hebben deze snoek van Savage Gear. Het is een 4D pike. En deze is echt wel best wel gaaf eigenlijk. We hebben ook een swimbait. Zoals je ziet. Ik weet niet precies wat voor een swimbait het is. Maar het is een swimbait. En hij is best wel mooi. Ik denk dat we er best wel op kunnen vangen. En dan hebben we nog een blinker. Zo. En ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dit blaadje dat draait en daardoor geeft het ook een mooi effect. We gaan 2 hengels in de steunen leggen tijdens het varen. Want we varen gewoon heel langzaam door de haven heen. 2 hengels in de steunen, 1 hengel in de hand. En ja, dan gaan we nu kijken of we nu wel iets vangen. Uiteindelijk hebben we niks gevangen en dat is best jammer. Maar volgende week dan ga ik gewoon weer een mierenvideo doen. En een volgende visvideo, dan beloof ik dat ik wat vang. Want anders ga ik hem gewoon niet uploaden. Nu had ik eigenlijk een beetje beloofd dat ik het ging uploaden. Ik heb de hele week geprobeerd te vissen, niks gevangen. Dit was de beste keer eigenlijk dat ik het meest gefilmd heb. Ja, nou, als jullie deze video leuk vinden, klik dan hier voor een nieuwe video. Hier voor een andere willekeurige video.
En hier zo voor de om te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende week. Laters.